Frankrijk is een groot land en als je ruimte genoeg hebt, dan ga je daar toch iets anders mee om. Dus wanneer je als ondernemer een fabriek hebt en er moet een nieuwe fabriek gebouwd worden, ja, waarom zou je de oude slopen en daar op die plek een nieuwe bouwen als je er ook gewoon een nieuwe fabriek naast kunt zetten? Dat gebeurde dan ook heel vaak. De oude fabriek werd dan gewoon afgesloten en in de nieuwe fabriek ging men verder. En dan kan het wel eens voorkomen dat je 40, 50 jaar later die oude deur van die fabriekshal opendoet en daar ineens een complete stoommachine ziet staan. Nou, dat is hier dus ook gebeurd. In Frankrijk is een stoommachine aangetroffen, die is naar Nederland gehaald, die staat hier achter mij. En dat is een van de weinige nog werkende stoommachines die ook daadwerkelijk op stoom werken. Dus daar is niet gebruik gemaakt van een elektromotor of op een andere manier. Maar deze werkt nog daadwerkelijk op stroom. En dan leek het mij wel leuk, hè, ook een beetje naar het verleden kijken. Wat zijn de zaken die we een beetje kunnen leren van de stoomtechniek? Welke takeaways kunnen we hieruit leren die we misschien ook kunnen toepassen in de huidige tijd? Dus ik ga even hier naar binnen. Ik krijg hier een kleine rondleiding bij de stoommachine. En wellicht kunnen we daar wat dingetjes van leren. Ik ben uitgenodigd door Martin Peters om hier even bij deze stoommachine te komen kijken. En hij zal even het een en ander vertellen over de machine, hoe dat die werkt en eventueel wat dingetjes die we in de moderne tijd nog kunnen toepassen in onze huizen. Een stoommachine, en dat is zoals je kunt zien een R. Wolfs uit Magdeburg. Die hebben die stoommachine gebouwd in 1935. Die is toen naar Frankrijk gegaan in het dorpje Montjeville. Wat hij als dienst deed in een houtzagerij. En dat was je dus 100 jaar geleden al incidentraal. Door middel van het houtzagen, de afval ervan, de planken, die werden gewoon in de vuurkist gestopt, in de hel, zeg ik dan. En dan kreeg je zo warmte. En van door dat vuur werd 3500 liter water warm gestookt. Maar in ieder geval, de stoom ging naar een verdeler, waardoor stoom, er werd koud water bij gedaan en dat ging in de douchecabine boven op het dak van de stoommachine stond. Maar dus hoofdzakelijk stoom werd gebruikt voor het aandrijven van dus een tandem compound stoommachine. Tandem, dat houdt in dat er twee op één zuigerstang twee zuigers zitten. Het idee is eigenlijk, je probeert de stoom die eruit komt, wordt op twee manieren toegepast, hoogwaardig en laagwaardig. Dus eerst heb je dus met een kleine... Eerst krijg je dus de hoge druk, kleine cilinder en daarachter op dezelfde zuigerstang zitten lage druk, hoge, grote cilinder. De machine stond dus in Frankrijk, het dorpje Montjeville, een afgelegen gebied waar veel eikenhout verraderd was. Zodoende dat ze dus hout hadden te zagen. Die werd hoofdzakelijk gebruikt om spoorbielzen te zagen voor het Franse spoorwegennet. Maar die zagerij werd dus de stoommachine gebruikt, die dreef dus een generator aan, die ligt dus hier achter. Die generator, en die generator die werd gebruikt om stroom op te wekken voor de zagerij, maar ook voor het dorp Montjeville. Die had ook elektriciteit ervan. Dus het dorp Montjeville had zowel elektriciteit, warm en koud stroom met water. Dus die was 100 jaar geleden al energie-neutraal. Ja, misschien ook wel leuk om te vermelden dat deze generator, hier kwam drie fase 110 volt uit. De oude spanning die in Frankrijk en ook delen van België nog best lang in gebruik is geweest. Dus als je deze nu aan zou sluiten en hier weer zou koppelen, dan zou hier een spanning uitkomen waar je in feite niks mee kunt. Tenminste niet met moderne apparatuur. Dus als dit inderdaad gekoppeld zou moeten worden op het stroomnet, dan wordt hier eigenlijk gebruik gemaakt van een 3x400 volt generator om hier zaken mee op te wekken. Voordat is natuurlijk wel, hier komt meteen AC uit. Ook wanneer het de zon buiten niet schijnt, kan dit stroom opwekken. Dus dat is ook nog steeds in de moderne tijd heel interessant. Nou, deze ruimte of de stoommachine geeft zoveel warmte af, dat kunnen we dus afzuigen voor het museum wat hiernaast ligt. Dus de warmte die wordt toch nog benut is, die hier dus vrijkomt van het stoken van die stoommachine. We hebben komend weekend 20 en 21 mei hebben we dus hier stoomdagen. En dus dan gaat de stoommachine weer draaien. We zijn hem nu aan het opstoken. Dat duurt een aantal dagen voor we op temperatuur hebben. We mogen hem niet in één keer opstoken, dus dat moet geleidelijk aangaan. Want die machine die zet een paar centimeter uit. Dan kun je hier zien, hier heb je een ruimte. Dan kun je nou een vinger al bijna niet meer tussen steken. Maar normaal kun je hier een vinger makkelijk tussen steken.
Maar omdat je dus er nou al uitgezet is, krijg je steeds minder ruimte hier. Dus dan kun je zien dat het materiaal, dat zet uit. Dus dat moet geleidelijk aan gebeuren. Kun je niet in één keer van 0 naar 100 graden. Dus dat moet geleidelijk aan gebeuren. Wat zijn de werkdrukken van deze machine qua stoom en qua temperatuur? De werkdruk bij 12 bar heb je 120 pk, zeg maar. En, maar hij draait al met 10 atmosfeer. Kijk, hier hebben we de meters, kun je het zien. Hij is dan nou afgesteld op 15 bar. Als ze er overheen gaan, dan gaat, zeggen ze, dan gaat over de rode. Dat is letterlijk en figuurlijk, want dan gaat je over de rode, dat moet je dus niet hebben. Dan gaat de veiligheidsklep open. Dus als de beveiliging ingebouwd is. Water en hout, dan kun je dus even een beetje meestoppen. Ik heb te lang gewacht met de brand. Dus ik heb nog even een beetje vuur. Dan is het dadelijk mooier. Ja, dat gaat snel, dat zie je wel. Hè? Je gaat even dicht doen als je een flink brandt. Als je hout hebt en water, kun je midden in de rimboe ergens iets opstarten. Hè? Ja, inderdaad. Want meer heb je niet nodig, hè? Je hebt geen verder. En je kunt elektriciteit maken, je kent eigenlijk alles. Ja. Ja, maar kijk, hier gaat het vuur door de vlampijpen. Naar de schoorsteen. Naar de schoorsteen, door de ovenritter. De schoorsteen. Zie je? Kijk, de vlambuis vanaf de andere kant, ja. 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 En bij een trein doen ze die nog plat aan. Omdat een trein heel kort met kolen er tegenaan zit. Maar dit zijn gewoon gerold. Dit zijn stoomlocomotieven van treinen, ja, bedoel je dan? Ja, precies. Dan worden ze plat, want dan zouden die verbranden. En die worden met zulke rollen erin gerold. Van 1919. En dus die is ouder dan de Duits, want die heeft vroeger een stoommachine aangelegen. En toen hebben ze de stoommachine weggedaan. En een Duits gekocht, omdat hun dus brandstof moesten kopen. En een Duits hebben natuurlijk 10 keer sneller gestart, hè. Dan heb je nergens niks meer van doen. Ja, dus moet je... Nou, er is heel veel te zien daar. Ik heb daar echt weer veel te lang rondgehangen. Als je die techniek interessant vindt en je bent een beetje langdradig aangelegd zoals ik, dan is dat hartstikke leuk om te zien. Maar zoals het al eventjes werd genoemd, hebben ze aankomend weekend open dag. Dan draait de stoommachine dus ook echt. Een draaiende stoommachine, dat is echt een zeldzaamheid tegenwoordig. Dus mocht je dat interessant vinden, het staat je vrij om daar te gaan kijken. Ik zal hieronder wel eventjes de link plaatsen van het museum waar dit te doen is. In het Brabantse Nijnsel is dat. En tot zover eventjes dit stukje. Dus ik heb even gekeken naar het verleden en of dat we daar nog dingetjes uit kunnen leren. Inspiratie opdoen voor onze eigen thuissituatie. En dan wil ik aankomende week graag naar de toekomst gaan kijken. Wat zijn oplossingen die we in ons woonhuis kunnen toepassen die wat meer richting de toekomst gaan. Dus met inspiratie opdoen welke dingetjes dat je kunt combineren, zodat je huis zoveel mogelijk energie-neutraal wordt. Nou, dank jullie wel. Tot zover. Mocht je dit interessant vinden, abonneer je op mijn kanaal. Mocht je een donatie willen doen, mag altijd ook. Staat hier ook onder vermeld. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Dank jullie wel.